dat zou ik er eens leuk moeten doen. In principe mogen deze toestellen niet meer gebruikt worden. Hoe bedoel je? Zoals ik het zeg, die zijn gesloten vanaf vandaag. Dat hoor ik niet. Want jij houdt nu ook het fitnesstoestel vast. Dat is eigenlijk niet de bedoeling meer. Water- en reinigingsmiddel heb ik bij. Dus, ja. Maar ik volg elke dag alle updates. En gisteren één dagje niet. En je ziet het, dan ontschiet het je toch. Ja. Dus vandaar dat ik je vroeg of je daar serieus in was. Zolang het nog niet duidelijk is aangegeven dat de sportlocaties gesloten zijn, blijven ze ze gewoon gebruiken. En kan jij me vertellen dan of er ergens papiertjes hangen waarop staat dat het gesloten is? Dat is misschien een klein tipje van mij voor de gemeente dan. En ik zal vanavond nog even verder kijken naar het NOS-journaal. Op de verschillende kruifkoorts in de stad is het al veel stiller dan normaal. Er is begrip, maar ook teleurstelling. Als je een tuin hebt, is het prima. Maar als je nog maanden in je tuin moet zitten, dat is voor kinderen natuurlijk ook niet zo leuk. En als het afgesloten is, dan kan je ook nergens meer naartoe dan om te spelen. Als het moet, dan moet het natuurlijk. Je kan moeilijk zeggen, ik vind het vervelend, je wilt het niet. Maar het gaat om het gezondheid. Gezondheid nummer 1, veiligheid nummer 2. Dus dat is best verstandig. Als het 3 maanden moet, als het een jaar moet. Ja. Dan maar thuis voetballen of zo is zelf gewoon lopen, schoppen, joggen. Er zijn zoveel manieren om in beweging te blijven. Op andere sportveldjes in de stad wordt hier en daar nog een balletje getrapt. De gemeente bepaalt later deze week of de strengere maatregelen ook daarvoor gaan gelden. Dan zou het overal moeten. Het is niet dat je het ene veldje wel kan sluiten en het andere niet. Ja. Het lijkt me verstandig om deze ook te sluiten dan.